YouTube toets. Like deze video sneller dan dat ik 3 keer in mijn handen klap voor een 10. Dat was 1 keer. 2 keer. Let's go. Oh man, het is tijd voor een schoolreisje. We zitten met z'n allen in de bus. En we gaan naar het pretpark. Het bord, oké. En de pijl wordt een andere kant opgedraaid. Alleen door wie? Oh nee, nu gaat de bus fout. Ga hier niet naar binnen, staat er. Waarom? Oh my gosh. En wat nu? Iemand wordt meegenomen. En we worden allemaal wakker in deze rare kamer. Er is een stapel met blokken. En die zijn verdwenen? En het doel is heel simpel. Wij moeten alle blokken terugvinden. Oké, ik heb hier één gevonden. Hier is er één. Waarschijnlijk als we door deze deur heen gaan, hebben we er hier nog één. Dan kunnen we hier naar beneden toe. Hier is een deur. Oké, dit spel heet Rainbow Friends. Letterlijk vertaald is dat regenboogvrienden. Het zou gaan over elke kleur van de regenboog die een eigen karakter is en die je vriend wil zijn. We hebben al een aantal blokken en bam! Wow, ik dacht even dat ik daar iets blauws zag bewegen. Het zal aan mij hebben gelegen. Oké, we hebben hier het roze blokje, zetten we neer. Maar vrienden maken is toch niet eng? Vrienden maken is eigenlijk best wel leuk. Aan de setting van dit spel te zien, is er toch iets waarvoor we moeten uitkijken. We hebben 12 van de 24 blokken gevonden. Dus degene die ik heb, dat is de 13e. Oh, zij heeft er ook één. Zij heeft er ook één. Ik kom er trouwens ineens achter dat je jezelf in een doos kunt stoppen, zodat je niet gezien wordt? Waarom zou ik mezelf willen verstoppen? En wie is dat op die foto? Ik wil het niet eens weten. Laten we in ieder geval deze alvast neerleggen waar die hoort. Lijkt me een goed plan. Alsjeblieft. Oké, dan gaan we hier naar binnen. Oeh, hier is een blokkie. Hier is een blokkie. Wie is dat? Is dat degene die vrienden wil worden? Ziet er aardig uit. Ik heb trouwens net 2 blokken. En we moeten er nog 4 in totaal. Wat hoor ik? Oh! Oh my gosh! Doos! Doos! Oh! Oh. Wie is dat? Wil hij vrienden met ons worden? Oh, oh! Oh my gosh, heeft hij me gezien? Heeft hij... Oh, oh. Oh, oké. Okay. Dus als je in de doos zit, kan die niks doen. Oh man, dat was creepy. Wow, wat is dit voor kamer? Oké, okay, ik hoop dat hij weg is. Ik krijg niet het idee dat hij echt vrienden met ons wil zijn. 3, 2, 1... Het is ons gelukt. Alle blokken zijn compleet. Maar wat was dat? Oh my gosh. Dat moet groen zijn. Maar eerst mogen we een beetje uitrusten hier. Ik kan dat doen op mijn bed, maar ik ga liever in mijn doos zitten. Voelt een stukje veiliger dan alles wat we net hebben gezien. Er staan hier een aantal dingen op de muur. Laat blauw je niet knuffelen. Groen kan je niet zien. Deze keer zijn we op zoek naar 15 zakjes met eten. Oké, we hebben de eerste al gevonden. Lopen we door deze gang heen. En waarschijnlijk ligt hier dan ook ergens de tweede. Oeh, de tweede. En de derde zelfs. Ligt het aan mij of is het wel heel makkelijk om alles te vinden in dit spel? Dat had ik niet moeten zeggen. Dat had ik niet moeten zeggen. Oh my gosh. Ik bedoel, ik vind blauw een mooie kleur. Maar niet als het me zeg maar wil opeten. Dan heb ik liever geel of zo. Snel, snel, snel. Oh. Blijf jij daar maar. Dan ga ik weer rustig door deze deur heen. Wat is dit? Dit is waarschijnlijk de plek waar blauw woont. Ik snap het niet. Maar ik heb ook geen tijd om er nu over na te denken. We moeten de zakjes met eten zoeken. Zijn we hier al geweest? Oh my gosh. Dit is de plek waar oranje leeft. Laten we hier naar beneden gaan. Oké, rustig Job. Groen kan je niet zien. Dat is tenminste wat er net werd verteld. Oh, oké, wacht. Ik wil er alsnog wel langs heen. Dus laten we het maar wel even op deze manier doen. Sorry Groen. Ik hou van spinazie en spruitjes. Wacht eens even. Oeh. 3, 2, 1. Het is gelukt. Maar wat ik me afvraag... Voor wie is dit eten bedoeld? Dat was volgens mij oranje wat ik zag. Oh my gosh, er is nog maar 1 iemand naast mij over. En dat meisje is hier naast mij. Maar voor nu zijn we op zoek naar machineonderdelen. En volgens mij zie ik hier de eerste al liggen. Oké, dat is nummer 1. Hier is nummer 2. Het spel heet Regenboogvrienden. Dit is niet hoe vrienden met elkaar omgaan. Laten we hier naar boven gaan, want we hebben al 3 van die machineonderdelen. Is dat andere... Oh my gosh, nee. Oh my gosh, nee. Ik wou net vragen, is dat andere meisje er nog maar? In plaats van een ander meisje vind ik blauw. Oh my gosh, ik kom er net achter. Ik ben de laatste die over is. Dit is toch wel wat makkelijker met meer mensen. En dat is niet wat ik bedoel met meer mensen. Oké, waarschijnlijk gaat hij deze kant op komen. Maar in plaats van dat hij mij vindt... Vindt hij een doos?
Ook al kan die me nu niet zien. Het is zo creepy. Goed zo, ga maar weg. Doei doei. En dat komt goed uit. Want ik moet namelijk door die deur heen. Waarom? Voor de onderdelen natuurlijk. Oké, nu gaat het echt heel hard. We hebben er nog maar 3 nodig. Wat zit hierachter? Oh! Oh! Dat zit erachter, joh man. Ik bedoel, het is een surprise party. Maar ik heb me er niet voor opgegeven. Dus ga weer weg. Doei. Volgens mij zag ik er trouwens wel een machineonderdeel liggen. Daar hebben we groen. Maar wacht, kunnen wij nu langzaam heen lopen zonder dat hij ons aanvalt? Oh my gosh. Oh my gosh, dit is de allerlaatste. Alles wat we nu moeten doen zijn de blauwe pijlen volgen. En oh my gosh, 3, 2, 1. De machine gaat aan. En, oh. Het licht is uit. Dus je wil zeggen dat ik nu in mijn eentje ben, dat de elektriciteit is uitgevallen en dat er 5 monsters achter me aan zitten. Tss. Leuk grap. We moeten 9 batterijen vinden om de elektriciteit weer aan te zetten. Hier hebben wij een zaklamp en hier hebben wij de eerste batterij. Hé, dat rijmt. Boeit me niet. Dat is niet leuk, man. Is zeg maar iemand tegenkomen en even zo hoi zeggen. Hoe gaat het? Leuk, maar niet met hem. Nog 6 batterijen te gaan. Of om precies te zijn, nog 5. Oh my gosh. Wat? Oh snap, oh snap, oh snap, oh snap, oh snap. Rustig, rustig, rustig. 3, 2, 1. Doos. Oh. Ga terug. Draai je om. Ja, goed zo. Goed zo. Perfect. Perfect. Oh my gosh, eindelijk. Hier is een batterij. En daar is blauw. Snel, 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 snel. 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Oké, daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. De laatste batterij. Oké, we zijn in de bioscoop. 3, 2, 1. We zijn nog steeds de enige die over is. We zien hier een feesthoedje. En dit hier lijkt wel een ticket. En die kunnen we meenemen. Oh my gosh, een taart. Dat is de uitgang. We zien dat blauw aan het slapen is. En we mogen niet op de ballonnen staan. Want ik denk dat we hem dan wakker maken. Voorzichtig. Dus alles wat we moeten doen is een stukje van deze taart eten en door de uitgang lopen. Wat gebeurt er met die ballon daar? Dat deed ik niet! Dat deed ik niet! Dat deed ik niet! Ik was dat niet! Oké, deze blokken moeten weg hier. Deze blokken moeten weg. Snel. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Nee! Nee! Laat me met rust, blauw! Oh, doe het. Oh, doe het. Come on! Oké, hier onderdoor en dan naar links. Oh, is dat buiten? Ja, nice, nice. Maar volgens mij zit hij nog wel steeds achter ons aan. Dus laten we voorzichtig zijn. Oh, en daarover gesproken, daar is die. Oh. Let's go. Hebben we hem. Was dit het? Oh, snap. We hebben het spel uitgespeeld. Maar wie zit hier achter? Oh my gosh, wacht. Rood. De kleur rood. Hij is de maker van dit alles. Maar betekent dat dan dat er een deel 2 komt? Abonneer als je dat wil zien. En adios.